David Abiyamofo, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, die is er op deze woensdag voor aanvang van de wekelijkse RVM ingegaan op vragen van journalisten. En zo is hij dus dan ingegaan op wat nu zeer actueel is. En dat is dan de verhoging van de gasprijzen. Consumenten die zullen per vrijdag 1 september meer moeten betalen voor gas. De nieuwe gasprijzen die zien er als volgt uit. Voor de 100 lips zal er SRD 1000 betaald moeten worden, waar dat voorheen 186 SRD kostte. De 28 lips is van SRD 48,50 verhoogd naar 150 SRD. En per kwartaal zal de prijs steeds verder worden aangepast. De minister die gaf eraan dat vooral het subsidiëren niet langer kan. Vandaar dat de prijzen langzamerhand marktconform moeten worden. Verder is er vragen gesteld aan de minister over de service vanuit de waterleidingmaatschappij. Steeds meer klachten vanuit die samenleving over de waterdistributie en de kwaliteit van water welke wordt gedistribueerd. De minister die praat over achterstallig onderhoud bij de SWM, vandaar dat er geen optimale service geboden kan worden. Ook is de minister ingegaan op de stroomprijzen, de stroomtarieven. U hoort NH-minister David Abiyamofo. We zijn zeker al 2 jaar bezig met exercities in het kader van de gasprijzen. Misschien moet ik dit aangeven. Op dit moment is de kostprijs van gas 510 SRD voor de 28 lips fles, die bekende 28 lips. Dat is wat het EBS kost om de flessen te vullen en te distribueren. Wij betalen op dit moment 50 SRD daarvoor, 48,50, 50 SRD. Het besluit is genomen om niet in één keer naar 510 SRD te gaan, maar vooralsnog een verhoging van 150 SRD. En dan heb ik die krantenkoppen gezien en ook een aantal van de online kranten. Er wordt gezegd een substantiële verhoging. Misschien moet ik het zo illustreren. Gemiddeld, naar onze berekening, een gemiddeld huishouden, gezin, gebruikt 6 flessen per jaar. Nu is dat 6 maal 50 is 300 SRD per jaar. Het wordt nu 6 maal 150 is wat 900 SRD. Dus een stijging van 600 SRD per jaar. Deel dat door 12. En dat is een verhoging van 50 SRD op maandbasis. Dat is waarover we praten. Dat is die substantiële verhoging waarover ik lees. Maar ik had wel de behoefte om dit zo te illustreren met een voorbeeld. Nogmaals, ik zeg niet dat alle gezinnen die 6 flessen gebruiken. Ik heb het over het gemiddeld gezin, dus de gemiddelden. Ik zal gezinnen hebben die meer gebruiken. Maar dan moeten we de berekeningen maken en dan komen we tot de juiste bedragen. We hebben de behoefte om het te doen. Het moest gedaan worden op dit moment, as we speak. Indien we niets doen aan de gasprijs, is de subsidie 2 miljoen US op maandbasis. 2 miljoen US is de subsidie op maandbasis. En dat is subsidie van EBS naar de samenleving toe. U en ik worden gesubsidieerd. Dus elke gasfles van 28 lips die wordt gekocht voor 50 SRD. Die subsidie van EBS naar u toe is 460 SRD. En dat willen we wel gefaseerd afbouwen. De eerste stap is nu verhoging naar 150 SRD. De
We hebben gesproken met de vakbeweging. De vakbeweging heeft aangegeven niet content ermee te zijn. Dat zal ik vandaag rapporteren aan de regering. Dus uiteindelijk zal de regering een besluit nemen. Maar vooralsnog is het besluit wel dat het per 1 september ingaat. Ik moet erbij zeggen, wij hebben de kostprijsberekening gemaakt. We komen op die 510 SRD. Maar eerder waren we ook in gesprek met de EBS Tarievencommissie, met vertegenwoordigers van de vakbeweging, van het bedrijfsleven en van de overheid. Die commissie heeft heel goed werk verricht wanneer het gaat om de elektriciteitstarieven, de kostprijsberekeningen en de voorstellen. En aan het einde heb ik ze gevraagd om ook te kijken naar de kostprijsberekening ten aanzien van gas. Trouwens, ze hebben ook dat verzoek gehad van onder andere Vols. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben externe deskundigen, andere deskundigen erbij gehaald. En ik moet erbij aangeven dat ze tot dezelfde kostprijs komen. Dus dat moet ik ook aangeven. Als we kijken naar de gasprijs, zullen we daar ook een verhoging iedere maand merken, zoals we dat zien bij elektriciteit en SBM? Of zeg je dat het per kwartaal gedaan zal worden? Wat zou de procedure zijn met betrekking tot de gasprijs? Nu is het besluit genomen om het per 1 september te doen ingaan. En daarna gefaseerd verder verhogen tot het niveau van break-even. Er wordt op dit moment niet gesproken over een winst daarboven. Er wordt gesproken over een break-even punt. Om het voorbeeld aan te houden van die 28 lifts. Het zal zo zijn dat in december dan weer een 30 SRD daarop komt. En dan elk kwartaal weer met 30 SRD. Maar bij die 100 lifts is het gaat van 250 naar 1000. Het gaat van 186, wat het nu is. Ja, 186 SRD gaat het naar 1000 SRD. De break-even is ietsje minder dan 2000, 1900 zoveel, hou me ten goede. U schrikt ervan. Maar we hebben het naar 1000 SRD gebracht en dan op kwartaalbasis nog met 75 SRD. Minister, ja. Hoeveel staan er dan in? Dus de verhoging gaat per 1 september in tot december. Hoeveel zal er dan in deze maanden bespaard worden met betrekking tot de subsidie dat IBS en de betalers aan 2 miljoen US dollar? Hoeveel zal er bespaard worden? Oké, die cijfers heb ik niet bij de hand, maar het is. We willen in enkele kwartalen wel komen op het punt waarop het bedrijf break-even kan draaien ten aanzien van gas. Omdat nogmaals, op dit moment Oegane gesubsidieerd wordt vanuit elektriciteitsinkomsten en we willen daarvan af. Objectsubsidie? Objectsubsidie. Naar subjectsubsidie. Heeft het ministerie daarmee rekening op de armsten van de kosten gaan dragen? Ja, mooie vraag. En de hand in eigen boezem stekend, moet ik aangeven dat de overheid misschien een betere job moest doen bij de communicatie over de ten aanzien van de koopkrachtversterking, omdat in dat bedrag dat uiteindelijk wordt uitgekeerd, dat bedrag is niet uit de lucht komen vallen. We hebben gekeken naar de kostenverhogende maatregelen en we hebben gezegd een bepaald deel daarvan zou zijn voor afbouw gassubsidie, elektriciteitssubsidie, watersubsidie enzovoort enzovoort. Dus daarmee was er al rekening gehouden, maar nogmaals, ik zeg, steek de hand in eigen boezem, de communicatie daarover moest wel op een beter niveau. Heel veel plekken waar men gascilinders gaat kopen.
Ik heb de berichten ook voorbij zien komen. Dus er is gesproken met mijn collega van Economische Zaken daarover. En als het goed is, is vanaf gisteren de controledienst op pad om dit tegen te gaan. Omdat we precies weten wie de dealers zijn en hoeveel cilinders geleverd waren. Dus Economische Zaken gaat denk ik met die informatie op pad. En ik heb wel gezien dat er een waarschuwing is uitgekomen richting de dealers die zouden meedoen aan hamsterpraktijken. Niet alleen in Paramaribo, ook in Marowijne zien we berichten voorbij komen. Maar het heeft wel de aandacht van het ministerie van Economische Zaken. Ten aanzien van gasprijs moet ik ook dit erbij zeggen. Want op dit moment betalen wij 50 SRD voor die 28 lipsfles in Paramaribo. Op dit moment betaalt men meer dan 400 SRD daarvoor in bijvoorbeeld het Tapanahoni gebied. En dat is minder prettig nieuws voor de mensen misschien in de kuststreek. Maar voor de mensen in het achterland, het nieuw beleid is zo dat ook dat landelijk dezelfde prijs voor gas zal worden betaald. Dus voor de mensen in het achterland is het wel een verlaging van de gasprijs. Ja. SW, we zijn bekend ermee. SW om kort antwoord daarop te geven, dat gedeelte van SWM, want ik moet het wel nuanceren. SWM zal op dit moment moeten werken aan waterdistributie. Ja, de gebieden in kaart brengen, trouwens die informatie is beschikbaar, maar er moet wel iets gedaan worden aan de distributie. Maar daarom zeg ik dat het genuanceerd moet worden, omdat ik een duurzame oplossing wil hebben. En SWM klaagt al jaren over achterstallig onderhoud. SWM klaagt al jaren over uitbreidings- en vervangingsinvestering die maar niet plaatsvindt. Het bedrijf heeft de middelen niet om dat vanuit de eigen begroting te financieren. Dus het bedrijf klopt al jaren bij de overheid aan voor ondersteuning. Maar dat is niet gebeurd. En hoe komt het dat SWM die middelen niet kan opbrengen? U en ik betalen op dit moment rond de 10 SRD voor een kubieke meter water, voor 1000 liter water. Terwijl de prijs rond de 41 SRD zou moeten zijn. Maar ik weet dat het impopulair is om watertarieven te verhogen. En dat is ook de reden waarom regeringen niet hebben gedurfd om die tarieven aan te passen. Maar dat heeft wel ertoe geleid dat er geen investeringen zijn gepleegd al die jaren in die watervoorzieningssector. Als ik u zeg hoeveel bronpompen, hoeveel distributiepompen op dit moment defect zijn en vervangen moet worden, een heel groot aantal. Dat overzicht is er, we hebben dat overzicht in de regeringsvergadering van 2-3 weken geleden is goedgekeurd. Dat bedrag om de investeringen te plegen. De minister van NH en de minister van Financiën hebben nu de opdracht van de regeringsvergadering om naar financieringsmodaliteiten te kijken. Maar nogmaals, het bedrijf heeft de inkomsten niet om voor de investeringen te zorgen. Dat is op dit moment hoegenaamd niet mogelijk. Maar ik moet naar de ORAG, die is om 11 uur begonnen. Eén laatste. U legt daarnet uit dat het gesprek door hem zijn met de minister van Financiën. Ja. Waarom wordt dit niet verder gecommuniceerd met de gemeenschap? Want we zitten nu al maanden met het probleem dat we weinig water krijgen. Het gaat nog helemaal niet water. Waardoor het voor de meeste mensen moeilijker is geworden. Zo ook als we gaan naar de achtergestelde buurten, die hebben al een issue met water. Waarom lijkt het erop alsof er geen sprake is van aanpak en de complicatie bij wie we maar laten uit?
vanuit het ministerie. Er is onlangs pas een persconferentie geweest bij SBA. Maar dit is de manier hoe ze aangepakt moeten worden door de regering. Dus wij hadden het nodig gevonden, want we hadden die technische vragen verwacht. En vandaar dat er na afstemming ervoor gekozen is om de technische personen te laten aanzitten bij de persconferentie. Dat was een bewuste keuze. En natuurlijk gaan we kijken waar er steken zijn gevallen in de communicatie. En we zullen nagaan hoe we dat kunnen opvoeren bij de verschillende media.